Welkom op de 30 dagen uitdaging smoothie ontbijt. Dag 17 van de uitdaging. Kijk eens, ik heb vandaag een, ja wat is het, een beetje bruine, een beige smoothie. Het is wel een groene smoothie, er zit veldsla in, hennepzaad, citroensap, gember, kurkuma en dan heb ik de bietenpoeder in gedaan. En waarom heb ik dat erin gedaan? Dat zal ik even laten horen. Ik wou zeggen laten zien, maar jullie, nee, dat kan wel. Als jullie het gisteren de reactie hebben gezien, dan heb je gezien dat ik dus een reactie kreeg. Ik kreeg een reactie. Kijk, Ros Olifantje heeft op een gegeven moment ook gezegd, voor iedereen die meedoet, ja, ga, kom ook eens eventjes hè, met de reacties hierop. Hè. Als je meedoet, reageer onder de video. En, dat heeft geholpen, want Gijs die zegt tegen mij, waarom doen jullie er water in en waarom niet een sapje? Nou, dat vond ik een super tip. Hè. Voor iedereen die dus de smoothies maakt, als je, hè, ga eens even naar de winkel. Nou heeft hij het over sapje van Healthy People. Nou, ik weet niet precies wat het is. Dat ga ik nog even uitzoeken. Maar je kunt zelf ook sapjes maken. Hè? Dat is heel simpel. Kijk, onze dochter die doet ook regelmatig sinaasappelsap erin. Dus die pers gewoon een paar sinaasappels uit. In plaats van water. Wat ik nog heb gedaan. Dat is bietenpoeder. En dat heb ik hier liggen. Dat is gewoon een potje met bietenpoeder. En als je hem nagaat, het is niks meer dan gewoon bietensap. Die gedroogd is, volgens mij. En dan misschien niet alleen de sap, dus zal er ook nog iets van de vezels van de bieten zal er nog in zitten, denk ik. Maar goed, het vocht is eruit gehaald, hè? Het is gedroogd. En als ik nou weer vocht toevoeg, hè, door dat mineraalwater, ja, dan heb je eigenlijk ook weer een bietensapje, toch? Zo denk ik. En Gea doet dan vaak tarwegraspoeder in. Dus dan krijg je eigenlijk ook weer een tarwegras sapje. Als je dus je, je water bijvoegt, hè, de mineraalwater. Nou, dat vond ik dus wel weer mooi hè, toen ik dat zag. En Jila die had het nog over kokosnoot. Hè. Ze had van alles gekocht en waaronder ook een kokosnoot. Of dat dan ook in de blender kan. En dan weet ik niet wat voor kokosnoot je gekocht hebt, maar als dat gewoon zo'n bruine is, dan weet ik niet of dat in de blender kan. Ja, het kan wel in de blender, als je een beetje een goede blender, die maakt het wel fijn. Ik weet alleen niet of het lekker is. Maar heb je nou zo'n jonge Thaise kokosnoot, zo'n lichtbruine, hè, of bijna wit, die kan echt super in de blender. Hè? Dat vruchtvlees, het sap of het water natuurlijk ook, hè? Maar ook het vruchtvlees, dat is zo lekker. We hebben dat, vorig jaar was dat volgens mij, of dit jaar ervoor volgens mij voor het laatst gedaan. Dat hebben we al heel lang niet gedaan, dus ik heb echt wel een keer weer zin aan om dat te doen. Je koopt gewoon een jonge kokosnoot, Thaise kokosnoot. En dan haal je de bovenkant eraf. En dan moet je even hakken met zo'n mes. Je hebt er tegenwoordig apparaatjes voor, hè, om ze open te krijgen. Maar dan doe je dat water in de blender. Maar dan moet je nog niks mee doen hoor. Eerst kijken of het vruchtvlees goed wit is. Ja, als het vruchtvlees goed wit is, dan is het water ook goed. Dan kun je het opdrinken. Dan kun je het gaan gebruiken. En dan haal je met een lepel haal je al dat vruchtvlees eruit. Dat doe je in de blender. En dan een paar sinaasappels erbij. Echt, dat is gewoon onvoorstelbaar lekker. Dat is echt super. En dat vult ook. Hè. Dat zit, ja, dat vruchtvlees, je kunt wel nagaan hè, waar dat uit bestaat. Dat is echt onvoorstelbaar lekker. Echt. En het is, nou ik denk dat je daar gewoon een goede maaltijd aan hebt hoor. Als je daar een paar bekers van opdrinkt, heb je echt een goede maaltijd aan. Nou, gisteren had ik het over, moeten wij nou meer fruit eten of meer groenten? Hè, er zijn eigenlijk, ja je hebt verschillende partijen. Hè? De ene zegt groenten en de andere zegt juist fruit. De meeste mensen die meer groenten eten, die zie ik dan ook vaak, hè, na een paar jaar zie ik ze ook wel wat aankomen. Dat ze wat dikker worden. Ja,
of dat nou de bedoeling is, dat weet ik niet. Dus dat zou betekenen dat er dus meer vetten in de groenten zitten dan in fruit. Maar hoe kun je anders dikker worden, toch? Wij hebben er ook allebei. Wij eten op het moment, of ik sowieso, eet wat meer groenten dan wat ik een paar jaar geleden deed. En ik ben ook flink aangekomen. Kijk maar eens naar de eerste video's van mij. Dat kun je echt wel zien. Daar kun je echt wel verschil zien. Nou, heb ik een aantal video's in mijn hoofd die ik jullie even wil laten zien. Of die jullie even moeten kijken eigenlijk. En het wordt toch slecht weer. Vandaag zou het volgens mij ook niet heel goed worden, maar zaterdag sowieso. Wordt sowieso slecht weer. Hebben ze het over tenminste, dat zijn de verwachtingen. Dus dan kun je lekker even zo'n video kijken van een half uurtje of zo. En de eerste, die man heeft gewoon een heel leuk verhaal hoe het allemaal is gebeurd en zo. Hè. Kan ik allemaal wel gaan uitleggen, maar dat kun je beter zelf even kijken. Hè. Ik zet hier boven, zet ik even de link naar Sergej Butenko. Ja, Butenko, zoiets hier. Hè, dus als je daarnaar kijkt, als je dit aanklikt, dan kun je die video even zien. En nou heeft hij, die zal ik ook even bijzetten, heeft hij zijn moeder. Hè, die maakt ook video's. Dat is Victoria Butenko. Die staat hier. En dan heeft hij ook nog een zus. En die heet Valia Butenko. Of Butenko. Die maakt ook veel smoothies. En die, op het moment dat je die video's kijkt, dan zie je ook wel rechts in beeld, zeg maar, andere video's van hun. Dus je kunt hen ook even bekijken. En die zet ik, van Valia, die zet ik hier ook even in. En nou heeft hij ook nog een vader, maar die maakt geen video's. Die heb ik ook nog nooit gezien trouwens. Ja, volgens mij een keer een fotootje. Ze waren alle vier ziek. Ze komen uit Rusland. Dat kun je de naam al horen, hè. Ze waren alle vier ziek. En, nou, ik verklap niks. Ga maar even kijken. En wij zien elkaar morgen weer. En vergeet niet te kauwen op je smoothie. En geniet van je smoothie, hè. Tot morgen.